Maar voor de fans van Nine Inch Nails, wat hadden jij wel zei denk ik? Denk ik. Yes, yes, yes. Ja. yes, yes. Uh, hij richt een studio op met de lead designer van Spec Ops The Line. Ja. Uh, ze gaan samen blijkbaar uh, een kosmische horror game maken. Maar dat is het eens dat dat bekend is voorlopig. Hmm. Ja, speciaal, hè? Ja, Natuurlijk. naar eyes out. Voilà. Nine Inch Nails en games zijn eigenlijk al langer een. In... Heel goed, uh, Bruiloft. Uh, dat is een van de skins in... Wat is dat? Of een van de textures in Quake... Is dat Quake 1 of Quake 2? Uh -huh. Is zo die ammo-box met Nin op, hè? met Nine Inch Nails. Omdat hij toen de soundtrack heeft gedaan voor Quake. Dus het is dus, dus wel iemand die al langer met games bezig is. Dus het is goed dat hij er misschien zelf iets mee gaat doen. Uh, een van zijn vorige clips van Nine Inch Nails was ook... Uh, Draai de Rot Polybius, wat een urban legend is in gaming, want dat game is nooit echt gemaakt. Maar veel mensen beweren dat dat een FBI-game was waar je ge door gehypnotiseerd werd en zo. Dat er mensen echt gewoon afgevoerd moesten worden als ze dat speelden. Mind en zo. control, man. Ja, <laughs> ja, dat er enkel mensen in black suits daar dan kwamen voor dan de, de coins eruit te gaan halen en zo. Dat is wel een heel cool urban legend. Zullen misschien ooit eens een keer in zijn volledigheid moeten coveren. Um, maar ja, Spec-Ops-The-Line is ook zo'n game dat ja, super notoir is. Spec-Ops was altijd zo'n beetje de Army Sim-reeks. Uh, en The-Line was dan zo opeens een full-blown storyline. Dat eigenlijk een adaptatie was van Apocalypse Now, wat eigenlijk een adaptatie is van Heart of Darkness. Niet te verwarren met Heart of Darkness op Playstation 1, spijtig genoeg. Maar een <laughs> ander boek, Heart of Darkness. Een hele rare uh, militaire sim, die in Heart ja. of Darkness op de Playstation. <laughs> ja, zeker. Toen die hond dan opeens kwam en dan een bliksemwapen had en <laughs> de maar... schaduwen die op aanvielen. Oh, uh, maar uh, ja, Spec of the Line ging dan ook eigenlijk gewoon over. Uh, hadden ze dan eigenlijk het verhaal van Apocalypse Now van een Vietnam veranderd naar uh, Dubai? En dat werkte wel heel goed, want dat was dan ook zo die dualiteit van ja, hoeveel beter ben jij dan de warlord als je zelf keivel mensen afslacht. Zo, dat is dan zo de hele studie in dat spel. Zeker nog altijd, denk ik, de moeite om vandaag de dag te spelen. Oh, okay. Denk ook van wanneer is dat? 2011 of zo? Gok ik? Is dat zo'n een beetje een cult-hit hier? Ik, ik... Dat is wel een ik... beetje een cult-hit. Uh, het speelde ook heel uitgelijk uh, Uncharted. Vond ik. Het is, speelt zeker niet slecht. Het heeft ook zo die Uncharted momenten van in een lobby aan het siegen en opeens crasht er iets. Want het gaat dan ook over Dubai op het punt van een zandstorm dat er zo gigantisch hard zit aan te komen en zo. Het zijn ook echt zo helicopter chases in het midden van die, een, van die een, uh, sandstorm dat je dan zo op elkaar zit te knallen en zo. Ja, het, het heeft wel zijn momenten en zo. Dus ik denk dat het nog altijd wel een goede game is vandaag de dag. Sowieso de moeite om eens te checken. Ik weet nu wel niet of het makkelijk verkrijgbaar is. Ik ga eens even kijken. Staat het nog op Steam? Ja, het staat nog altijd op Steam gelukkig. Ja, 2012. Nou, right. dat is nog niet zo. O -o -o -o, nee, nee. Maar. Nee, nee. 2012 nee. klinkt niet lang geleden, maar anders denk je: in 2009... Het is ook met Nolan North, dus op dat vlak ah, is het misschien <laughs> ja, wel heel uncharted.